natuurlijk heel erg moeilijk om jezelf te beschrijven. Omdat je eigenlijk in je huid woont en niet buiten je huid. En om te weten hoe je eigenlijk voor de buitenwereld bent, is de buitenwereld eigenlijk je beste spiegel. Ik denk dat eerder de mensen die buiten mij om zijn, mij beter zouden kunnen beschrijven als dat ik dat zelf kan doen. Niet alleen maar Felix, maar wij allemaal bestaan uit verschillende kleuren. Het hangt er helemaal vanaf. Niet onder wat voor omstandigheid je een bepaald een mens bekijkt. Dus ik kan niet zeggen van, ik zie hem in een weet ik wat voor kleur, nee. Hij is een multipurpose iemand en hij heeft alle kleuren in zich. Hij profileert zich ook zo. Zwart is gewoon een goede weergave van wat Felix is. Een verzameling van een geheel. Bruin. En misschien heeft het met de kleur van zijn huid te maken, maar dat weet ik ook niet helemaal zeker. Ik denk dat hij in staat is om gewoon alle kleuren ook te absorberen en het tot zich te nemen. Zwart. Donkerbruin. Ik twijfel aan zwart, omdat dat... Hij is geen wit, hij is geen pasteltint. Felix is iets wat heel stevig staat. Zo dat bruinige, tapijtslangachtige. Ja? En die patronen zo. Zo is hij. Nou, voor doe. Het hangt af van zijn moed, denk ik. Felix is een creatieve moed waar hij dan een heleboel dingen moet bereiken, alles moet af zijn. Dan denk ik dat hij verschillende kleuren uitspuit. Pink. Pink, definitely. Pink. Yeah. Why? He's pink. Well, they say, well, a friend of mine told me that it's the highest spiritual color that you can have. Rood in de zin van passie. Ik denk aan paarse, donkerpaars. Soms die kleur wat een aubergine, maar ik denk ook aan donkerblauwen. Dat overloopt in elkaar. Het kan groen zijn, het kan geel zijn, paars, blauw. Rood, passion. Groen, vertrouwen. Blauw. Ja, voor mij is blauw protection, want ergens heeft Felix toch protection nodig. Eigenlijk zou het niet eens een kleur zijn, maar is het gewoon licht. Felix heeft zoveel kleur dat hij eigenlijk geen kleur heeft. Ken je dat? Nou, ik hou om te beginnen niet ervan mensen te typeren, want mensen veranderen altijd. Dus hoe ga je mensen kunnen typeren? Maar ik weet wel dat toen hij geboren moest worden, hij altijd een beetje anders was als de André die voor hem geboren was. En de kinderen die erna gekomen zijn, maar dat had ik toen natuurlijk niet kunnen weten. Felix is een van mijn broers. Hij is de ene oudste. En ik herinner me de eerste keer dat ik hem heb ontmoet, want zo is het een beetje gegaan. Mijn vader was overleden en dat was in Mexico. En er wordt aangebeld en ik ga de deur open doen en er staat een van de lange, magere man met een hele grote afro aan de deur. En die zegt, dag Naomi, wil je mama voor me roepen? In een hele lage stem en ik denk, A, hoe weet hij hoe ik heet? En B, waarom vraagt hij naar mijn mama? Dus ik zeg, wacht even, doe de deur dicht. Loop naar binnen en zeg tegen mijn moeder, er staat hier iemand aan de deur en hij vraagt naar jou en hij zegt, hij noemt je mama. Hij was altijd heel nieuwsgierig en heel curieus en het heeft hem vaak in hele grote problemen gebracht. En zijn ouders ook, want er waren moeder ook enigszins toch nog conservatief, echte Surinamers. En wanneer hij precies wilde uitvinden hoe mensen, en zeker mensen van het andere geslacht, in elkaar zaten. En als het in hem opkwam, dan hij zat in een bus. Samen met andere kinderen, dan kan het minder prettige gevolgen hebben. Want die kinderen die zich aan hun ouders vertellen, kijk, Felix is niet op de goede manier bezig. Ja, en daar zaten wij er ook mee. Ik denk vanaf een jaar of 5, 6 hadden mijn ouders door dat ze een kind hadden met een enorme seksuele nieuwsgierigheid tentoonspreiden. En die ook totaal
zich aan geen enkele regel hield. Ieder mens was een seksueel interessant object voor dat kind. En daar hadden ze het echt wel moeilijk mee. En voor hem was het natuurlijk ook niet zo leuk dat we het niet fijn vonden. En die konden begrijpen dat het eigenlijk alleen maar uit nieuwsgierigheid was. Want toen was hij nog heel jong, hoor. 4 jaar, 3, 4 jaar of zoiets. Ik ben met Felix' werk opgegroeid, dus het is gewoon een deel van mij. Ik heb nooit anders gezien dan het werk dat Felix produceert. Maar ik weet dus wel, toen hij klein was, er is een van die schilderijen van hem hangt hier buiten. Dan zie je al een dame met blote borsten. En dat was dus erg chockerend voor bepaalde mensen die zeggen van zo'n jonge jongen, weet je, iets schilderen met blote borsten. Ja, ik merkte wel dat ik over het algemeen de meest avontuurlijke, zal ik het zeggen, was van de kinderen. Het kind ook, het jongetje, waarschijnlijk voor mijn broertjes en mijn zusjes ook vaak, ja, die een enorme klier was, want hij zorgde altijd voor conflicten en toestanden in de familie. En van de andere kant was ik ook een soort, het jongetje dat op hele vroege leeftijd al schilderde en tekende en muurschilderingen maakte en naakte mannen en vrouwen en profeten en heel veel tekeningen over concentratiekampen maakte. Dus ik was wel een soort weird kind. Om te beginnen was Felix van 16 of 17 hooguit, tussen 16 en 17 toen hij op zichzelf ging wonen. Hij was op een gegeven moment helemaal in Libanon beland, dus wat weet ik ervan? Niets toch? Je neemt wel steeds jezelf mee. Je neemt jezelf mee van Suriname naar Curaçao, van Curaçao naar Mexico, van Mexico naar Nederland. Maar het is toch nog steeds dat hele subjectieve wezen gevangen in dat lichaam dat aan het groeien is en aan het ontwikkelen is. En die geest die steeds meer informatie krijgt. Maar je bent wel steeds gevangene van je ego, van jezelf. Ja. Maar de essentie van Felix, waar hij ook is geweest en wat hij ook doet, die herkenning, dat voel ik aan. Hè? Omdat Felix hoe dan ook bij mij heeft gelogeerd gedurende 9 maanden. Felix heeft zich altijd omringd door sterke vrouwen. Ik denk dat het een van de belangrijke figuren zijn moeder is, die heel sterk aanwezig is geweest en is in zijn leven. Maar daarna, in de loop van de jaren, heeft hij heel veel relaties gehad met vrouwen. Vrouwen zijn, heeft ze ook altijd vereerd. Ik word er ook altijd wat treurig van hoe die vrouwen tot in de hemel in kon prijzen. Van, kon hij ook voor op de grond liggen. Misschien is Felix verliefd geworden omdat ik een beetje op zijn moeder leek. En hij de liefde niet met zijn moeder kon bedrijven. En deed hij het met mij. Maar dat weet ik niet. Ik bedoel, dat zijn dingen die door je hoofd malen. Maar ik vond het niet erg, hoor. Ik vond het niet erg. Het erotische in de mens, dat voel ik ook bij Felix. Lekker, geniet, genot, laat komen. Geen schaamte. Nou, vind je dat lekker? Doe het dan. Heel erotisch. Felix gelijk aan Eros. This is a body print of me. He made a foundation over here, and then he painted my body from head to toe with paint, and then he plucked me on the canvas. All right, and then he massaged my body so that all the parts of my body would touch the canvas, so that the paint would set on there. Felix is de enige die ik ken die een striptease act wil zetten in een lied dat over iets heel anders gaat. Maar het staat wel geil. This one here is of my wife, Egbertina. Okay. It is symbolism of the female energies. He did the same thing. He painted her body from head to toe. I watched it. It was a beautiful experience because obviously it's very intimate. Another man is painting my woman's body with paint, from a toe to the top of her head, and not missing any parts either. En hij provoceerde ook. Ik weet nog dat Thelma, zijn moeder, vaak zei van
Felix, als je niet oppast, schieten je doodjongen op dit eiland. Want hij provoceerde enorm. Ik vind hem heel erg een kind van de jaren 60. Of laten we zeggen maar een onderdeel van de jaren 60. En dan moet je denken aan, aan pop art. Dan moet je denken aan de herontdekking van Jugendstil Art Nouveau. Iedereen denkt, als je aan Art Nouveau denkt en als je aan Jugendstil denkt, en aan, dat het een nogal lichte kant heeft. Maar er was ook een hele donkere kant. En die donkere kant van die periode komt volgens mij bij Felix terug. Ik bedoel, oké, iedereen praat over de erotische kant van zijn werk. Maar ik denk dat er toch ook een demonenkant zit. Ik zou me niet verbazen als hij demonen ook bezweert door ze in zijn werk te integreren en te laten zien. Wat ik heel interessant vond is bijvoorbeeld ook zeg maar de geesten die bij hem binnenkomen. Dus ook in zijn tekeningen die hij dan 5 jaar geleden heeft gemaakt. Dus dat het net leek alsof hij daarin gestuurd werd. Dat vond ik heel, heel interessant om te zien, om dat mee te maken bij iemand. Dus dat kan, dat er is. Dus toch ook wel in het spiritueel. Had hij, als iets gebeurde, dan wees het ook naar waar hij mee bezig was. Het bevestigde zijn visie. Omdat hij keek naar de wereld vanuit dat concept, vanuit dat project, was alles wat hij ontmoette ook betrokken bij dat project en wees naar dat project. Hij is het middelpunt van de wereld op dat moment. Hij schept de wereld. Felix called this the creator. This is the embryo in the creator's mind. Surinamese bauxite stone. This is where the red comes from, and he mixed it with water. Here you can see that there are sperm-like looking characters, which basically show the basis of creation. Gewoon naar een muur kijken en hij ziet allerlei, allerlei toestanden erin. Weet je, dat is hij. Dus, weet je, maar het is eigenlijk, het is die, nou, natuurlijk, als kunstenaar weet ik het. Kijk, het komt vanuit je ziel. Het is een bepaalde energie. Weet je, en die energie zet ze om in beelden. Hè? En het gaat dus door. Het gaat door bij hem. Dus het stroomt naar boven. Hè? Constant. Jerry, who works at the shop with me, was painting some wooden Flanders outside on top of this Pfeiffer foily, the black plastic. So we used it so that it wouldn't get the floor dirty with paint. And when we were walking outside with Felix, Felix stopped and looked at it and said, art. So anyway, later on that day, he started putting some more paint on it and squiggling with a stick from a tree, you know, and the paint like this. And it's interesting because it still has the duct tape from its original usage before, the white paint from the walls around here, you know? We coined it accidental art. Ik vind het ook heel fascinerend dat iemand dat iemand zo'n ontzettend multidisciplinair kunstenaar kan zijn. Zo iemand die gewoon alles kan of elke discipline beheerst. Heel erg ook vanuit de gedrevenheid, zeg maar. Dus ook dat hij heel makkelijk switcht van de ene plek naar de andere. En zich aanpast en tegelijkertijd ook als kunstenaar heel erg zijn eigen stempel op het werk zet. Het probleem met Felix' werk is dat je het niet alleen maar als kunsthistoricus of als filmhistoricus of als theaterhistoricus of kan beoordelen. Ik denk dat je het in zijn geheel moet beoordelen. Het is een enorme perfectionist en ik denk wel eens dat als hij met iets bezig is, dan wil hij de perfectie.
Als hij dan daar met dat ene element, bijvoorbeeld het schilderen, ophoudt, dan gaat hij theater doen of dan gaat hij film doen of iets anders. Dan denk ik, jammer, want misschien dat als hij dat nou door zou kunnen zetten, als hij de tijd zou hebben of de kans zou hebben om bijvoorbeeld met dat schilderen door te zetten, dat hij zichzelf nog verder zou pushen. Als, die, als een mens een werk maakt, of wij het nou kunst, wie bepaalt of het nou kunstwerk is? Laten we daarmee beginnen. Maar dat is toch een deel van die mens, want het is uit die mens ontstaan. En of je het nou op schrift stelt, of dat je schildert, dat maakt niet uit toch. Felix een vorm, dat is moeilijk. Daar heb ik nooit over gedacht. Ik zou zeggen een... He is not a stone, absolutely not. He is earth, dat leeft. Earth, dat je kracht geeft. Aarde. Ja? En aarde heeft geen vorm, want aarde verschuift zich. Dat stulpt aan alle kanten uit. Die ronde vorm is constant in beweging. Met punten, met hoeken, met ovalen. Ik weet niet, het is net zo'n... Ik weet niet, Barba Papa was vroeger wel eens zo'n figuurtje, zo'n tekenfiguurtje. Dat kon alle vormen aannemen. Zo. Een vloeistof met een hoge viscositeit, een dikke vloeistof, een lekkere dikke orchade of zo. Die in alle vormen te gieten is. Ik denk aan een golf, een wave, dus een golfbeweging. En dus sowieso ook van de zee, dus de golf die komt. Een cirkel bijna met pootjes of zo. Een heel, eigenlijk een heel snel bewegende cirkel. Een beetje zo'n rad van fortuin-achtige. De rad van fortuin uit de tarotkaarten. All kinds of shapes. Multidimensional, pliable. Ja, het is een fluïde iemand, weet je wel. Dus hij neemt, voor mijn gevoel, heel veel verschillende vormen aan. Het is niet in één vorm te gieten, hoor. Als ik een vorm zou zien, zie ik meer eigenlijk een klassiek Grieks beeld. Weet je, die heel mooi en gespierd is. Een beeld van Rodin. Een zittende man die met zijn hand zijn gezicht steunt in zijn hand. En tegelijkertijd naar binnen schouwt, maar ook naar buiten in de verte. Nee, geen vorm. Ik kan geen vorm bij Felix plaatsen. De vorm van Felix is gewoon Felix hemzelf. Hij zou nooit, denk ik, één bepaalde vorm zijn. Hij zal nooit een bepaalde geest zijn. Ik denk wel dat hij een soort basis heeft. En die basis die is gewoon, je moet zorgen om een goed mens te zijn, om een goede kunstenaar te zijn. Je moet zorgen voor je medemens. Ik zou met de vorm van een boom gieten op mijn erf. Zo'n boom die je beschutting geeft wanneer de zon te heet is. Een boom waarin je kan klimmen als je even alleen wil zijn. Een boom waar je vooral vruchten van kan plukken. Maar ook een boom waar je tegenaan kan zeiken. Plewe, plewe, na mi mo sengra. Mi di plewe, na mi mo sengra. Awe tapa de de jon sem da fai awe. Malwai, malwai trobe. Malwai, malwai trobe. El alanta fei kamenga da sinta kuemi brasa. El abisami et abon. Voor mezelf heb ik gekozen om een soort assemblage te worden. Een soort collage van al die elementen uit die verschillende culturen. Ja, die voor mij, mij aanspreken, de goede dingen van die culturen. Die zal ik meteen onmiddellijk proberen te absorberen en een onderdeel te maken van mijn wereldvisie. Er is een soort barokke element van het Caribische gebied. Er is het protestante element van nooit volmaakt. Het intellectuele element van altijd kritisch vragen stellen. En kijk, wat dat betreft is hij gewoon een onderdeel van wat er gebeurt op het moment. We worden allemaal langzamerhand, omdat we worden allemaal wereldburgers. En al die elementen die komen bij mensen in elkaar en het komt bij hem natuurlijk heel sterk bij elkaar, al die verschillende achtergronden. Ik geloof dat invloeden van meerdere culturen op mijn leven vooral hun neerslag hebben gehad in
twee aspecten. Dat ik me heel bewust werd van diversiteit en van de andere kant ook van relativiteit. Ja, je merkt dat de wereld heel uiteenlopend in elkaar zit, waardoor ook niets meer absoluut is. En alles relatief is, want je weet van nou alleen maar in die cultuur gelden die normen. En als je naar een andere cultuur gaat, gelden weer andere normen. He sees this one as a river, but I see it as a snakeskin. And I like the symbolism that it has in the Garden of Eden, because obviously the snake in the Garden of Eden, you know. So this is the essence of the snake. Zijn symbool is de slang. En die slang is een belangrijk symbool van de moeder aarde. Ja? Ik heb het gevoel altijd dat Felix, ik zie zijn moeder, Likwa Aisa, Likwa Mafagrom. En Felix is die voodoo die daaruit voortkomt en die daarbij mee te maken heeft. Hij kan heel goed ergens op een stage staan, overtuigd zijn, helemaal overtuigd zijn. Al is de hele wereld, dat vind ik het mooiste van hem. Iedereen denkt dat hij hartstikke gek is en hij staat daar en verdedigt het met verve. En in de loop van de jaren heeft hij zoveel argumenten verzameld, zoveel gelezen, zoveel onderzocht, dat je hem niet meer van zijn apropos krijgt. Ik geloof ook wel dat je in het leven als een soort acteur iedere keer moet improviseren op de scenario's die veranderen, maar dat jij die scenario's zelf als acteur niet altijd in de hand hebt. Je kan ze natuurlijk wel bepaalde kanten op leiden, op de manier waarop je dus improviseert met de gegevens die het leven je in de schoot werpt. Hij heeft een goede kijk in zichzelf, maar hij heeft ook een goede kijk op de wereld. En die twee spanningsvelden, ook in historische zin, die gebruikt hij om als kunstenaar om dat vorm te geven. Kijk, Felix is een soort curator. Is een curator van zijn eigen creativiteit. Achter die ogen zit nog steeds dat, misschien niet eens dat 15-jarig, misschien zelfs een 8-jarig, 7-jarig jongetje dat vol verwondering nog de wereld probeert te ontdekken en probeert te definiëren voor hemzelf wie hij nou in Gods herennaam eigenlijk wel is. Hij is niet alleen een beeld, iets materieels, iets aantastbaar, maar het is ook hij is een sfeer. En bij mensen noemen we dat ambiente. Het is iets dat veel meer in beslag neemt dan alleen maar een beeld. Als een profeet, omdat hij is ver vooruit de tijd waar hij zich in beweegt. Als er een mannelijke tegenhanger zou zijn van de zwarte Madonna, dan... Dat wil dus zeggen dat hij die kracht heeft van Johannes de Doper, dus die ontzettende kracht. En hij doet ook veel baanbrekend werk op allerlei niveaus. Dus Johannes de Doper. Ik vind de Ankh, het levensteken van de oude Egyptenaren, vind ik een symbool wat bij Felix past. Het is een soort kruis. Nou ja, dus het loopt zo. Het symbool is een ruggengraat eigenlijk. Het begin en een einde van een ruggengraat. En de betekenis, except God, I fear none, komt eigenlijk op neer dat alleen God of de schepper je ruggengraat is. Een powerstick. Felix is een levende powerstick. Het is een fantastisch tapijt, die jongen, zijn creativiteit. Maar het rafelt. Het is nooit afgezoomd. En hoeverre je je eigen relativiteit kan ontstijgen. Ik denk dat in principe een voor heel veel kunstenaars ook een reden is om te werken. En om die relativiteit te ontstijgen. En sommige kunstenaars lukt het en anderen die zullen in de vergetelheid ten onder gaan. En als ik in de vergetelheid ten onder zou gaan, dan ben ik in ieder geval strijdend ten onder gegaan. No more ego, no more pain. And you're damn right, Felix. No ego, no pain. Just love yourself.